Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom weer bij een aflevering van De Hoogste Verstelling. Gelooft u me, dit is een aparte belevenis. Ik heb in mijn leven heel wat auto's gereden, maar ik heb nog nooit achter stuur gezeten van de duurste auto ter wereld. Dit is hem. Een Ferrari 250 GTO van 1963. Tussen 1961 en 1964 werden er van dit type slechts 36 exemplaren gebouwd. Dit is dus wat ze noemen een collector's item. Maar dat de echte fanatieke Ferrari-verzamelaar daar tegenwoordig zulke astronomische bedragen voor over heeft, klinkt bijna ongelooflijk. Cataloguswaarde van deze auto in 1963, 60.000 gulden. Vandaag de dag is die, schrikt u niet, ruim 30 miljoen gulden waard. Sinds kort heeft deze Ferrari dit kleinkind, de nieuwe Ferrari 348 TB. De laatste schepping van Weilen Enzo Ferrari. Speciaal voor De Hoogste Verstelling mocht Rick Verkempen deze auto uitvoerig beproeven. Wel, wat hebben we dan nog meer in deze uitzending? Een rijimpressie van 3 nieuwe diesels op de Nederlandse markt. Een boeiend onderwerp over het belang van de schokdemper onder uw auto. En natuurlijk ook autonieuws. Maar we beginnen met ons troetelkind, de Ferrari 348 TB. De verleiding is groot om er ver van het gewone verkeer meteen vandoor te gaan. Maar eerst staan we even stil bij het beeldschone koetswerk. De sculptuur van Pininfarina in kunststof, glas en lichtmetaal. Het materiaal is op de beste manier verwerkt en toegepast. Overeenkomsten met andere modellen van dit merk zijn niet toevallig. Er is opvallend veel glas gebruikt en het uitzicht is dan ook prima. Voor het eerst besteden de ontwerpers ook aandacht aan het interieur. De 8-cilindermotor met een inhoud van 3,5 liter levert 300 pk of modern gezegd 221 kilowatt. Ruim voldoende voor een flitsende start en een top van 275 km per uur. Op bochtige wegen is deze auto natuurlijk in zijn element. Je zit een beetje scheef achter het stuur, maar de bereider voelt de auto tot in zijn ruggenmerg. Het is echt een auto om te rijden, snel en veel. Ruim 270.000 gulden kost deze beauty en dat is 10 keer zoveel als een modale auto. Alleen Porsche, Maserati of Lamborghini maken ook zulke onbetaalbare superwagens. Maar het grootste verschil, dat zit hem natuurlijk in de naam. En dat kleine, springende paardje midden op het stuur. Il nome di un vento caldo e forte.